Voor jongeren uit minderheidsgroepen blijft het moeilijk om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Dat begint al bij het vinden van een stage. Denk Verenigd Arnhem maakt zich daar zorgen over. Waar het om gaat is dat de stageproblematiek onder jongeren, vooral de mbo-jongeren, een probleem is. Dat is ook, wordt ook aangekaart door de minister van Onderwijs in een recent Kamerbrief richting de Kamer. En de stage, de discriminatie daaromheen. Binnen de gemeente Arnhem hebben wij het in principe in orde. We hebben ook heel veel informatie opgevraagd en we doen in principe heel veel goede dingen. Er zijn natuurlijk wel wat onbelichte plekken, zoals de connectie waar we mee samenwerken. Die hebben weinig stageplekken, komt natuurlijk ook mede door het feit dat zij pas zijn begonnen. Ze hebben nog wat tijd nodig, maar we willen waar kansen zijn, dat die kansen goed benut worden. En door middel van een plan kunnen we dat goed in kaart brengen. Maar waar ons eigenlijk om gaat, is in eerste instantie dat wij ons binnen de gemeentelijke organisatie, dat wij alles rondom stage goed georganiseerd hebben. En als we dat hebben gedaan, dat we met dit plan naar de stad gaan. Naar de kennis- en onderwijsinstellingen, naar de ondernemers. Om met hun gezamenlijk een stadse aanpak te creëren om dit grondig op te lossen, dit probleem. Okay. Hoe groot is dit probleem op dit moment? Heeft u daar een indicatie bij? Nou, we krijgen signalen uit de samenleving dat de jongeren, vooral het mbo, kampen met heel veel problemen. We zien gewoon concrete voorbeelden, bijvoorbeeld ook in het leerpark Presikhaaf, dat zij voor jongeren het moeilijk vinden om een stageplek te vinden. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook kansen. Als wij een goed plan met de drie O's, de ondernemers, overheid en onderwijsinstelling, als wij dat goed opzetten, kunnen we natuurlijk ook bij heel veel ondernemers terecht, ook ondernemers met een migratieachtergrond, die ook stageplekken hebben, alleen door taalachterstand, door de bureaucratische romslomp, die het plekken niet kunnen aanbieden. Dus met zo'n plan in de stad kan je natuurlijk ook dit soort stageplekken weer aanbieden aan jongeren. Dus eigenlijk zegt die gemeente moet eerst goede voorbeeld geven binnen alle geledingen voldoende stageplekken. En dan wil ik met de stad, met private ondernemers in overleg om eigenlijk hetzelfde te doen. Nou, ondernemers, ondernemerscollectieven, een synergie, een Arnhems voorbeeld creëren. Ja. Zodat we dit op zijn Arnhems goed aanpakken. Ja, u stipt ook aan, hè, van studenten met een migratieachtergrond hebben ook nog wat extra problemen vaak met vinden van een stageplek. Heeft u daar nog een plan bij, hoe u ook aan dat probleem wil gaan werken? Nou, het is inderdaad wat de minister ook heeft aangekaart in de Kamerbrief. Dat die problematiek speelt inderdaad. Het heeft natuurlijk ook te maken met de hype die zeg maar de laatste x-aantal jaren zeg maar door ons land, door West-Europa eigenlijk waait rondom mensen met de jongeren met de migratieachtergrond. Wij hebben daar niet een bijzonder aanpak voor. We verwachten het al wel vanuit het college dat zij hier natuurlijk, maar ook met de partners samen hier een gedegen oplossing voor vinden. Mm-hmm. Om daar toch, zoals de minister het ook zegt, een signaal af te geven dat dit onacceptabel is, ook richting de samenleving. Ja. U heeft over een hype, wat bedoelt u met die hype? Nou, we zien toch wel dat xenofobie de laatste decennia toch een hoogtij viert. Mm-hmm. Dat we toch daar iets mee moeten gaan doen.